welkom. Dank u wel. En mooi dat u en uw collega's van de SP weer plannen hebben om de stad nog wat mooier, nog wat inclusiever te maken en op zoek naar een basisbaan. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. En trouwens, niet alleen de SP. Vanochtend heeft Simone Kennedy van de ChristenUnie ook aangegeven graag mee te willen doen. Dus zij tekenen mee. Ja, basisbaan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? We kunnen zo een paar functies opnoemen. Ja. Conciërge of onderwijsassistent. Ja. Want vooral onderwijzers op basisonderwijs of voortgezet onderwijs, die hebben het heel moeilijk. Het is niet meer alleen voor de klas staan. Nee, dus vooral veel lijstjes invullen, Excel sheets bijhouden. Van hoe zit dit, hoe zit dat. Ja. En dan ben je dus meer als dan onderwijzer en dan heb je alle hulp nodig. Ja. Maar ook in de zorg inderdaad. Kunnen heel veel functies ingevuld worden, functies gecreëerd worden en werk verzet worden. Jarenlang werd er gezegd van de markt die voorziet in alles en iedereen kan een baan vinden, er is genoeg werk. En het ging ook natuurlijk jarenlang goed, totdat de coronacrisis kwam. Maar ook in de tijden dat het goed ging, want we zijn echt naar een hele lage werkloosheidspercentage gegaan. Onder de 5%, 3,5%. Ja. Maar dat granietenbestand van mensen langdurig in de bijstand, die kwam eigenlijk nooit aan de bak. Nee. En die moet je niet aan hun lot overlaten. Dan moet je als politiek de verantwoordelijkheid nemen van mensen. Wij hebben de instrumenten, we gaan daar iets mee doen. En nu wilt u dat het college gaat onderzoeken in hoeverre wij een soort basisbaan in zouden kunnen voeren hier. Inderdaad. Wat moet ik aan een soort melkertbanenachtige situatie? Nou, Melkert, toch een van de voormannen zeker van weten, Ats. Zeker weten, want de melkertbaan, dat is alweer van een tijdje terug. Ja. En dat was een groot succes. Mensen ontlenen maatschappelijke status, waardigheid aan werk. Ja. Dat je niet zomaar werk doet of vrijwilligerswerk waarvoor je een onkostenvergoeding krijgt, maar echt een inkomen. Ja. Minimaal het sociale minimum met daarbij ook de secundaire arbeidsvoorwaarden die je bij een overheid gewend bent. Ja. Dus daar willen we naartoe. Dus het moet niet een afdankertjesbaan worden. Nee. Het moet echt een volwaardige baan worden en mensen moeten goed betaald worden. In Groningen gebeurt iets dergelijks al. Klopt. Wat doen ze daar precies? Wat heeft u daar getriggerd waarvan u zei, dat moeten wij hier ook minimaal onderzoeken of het mogelijk is? Daar hebben ze dus een budget van 7,5 ton vrijgemaakt in die onderhandelingen. En voor 40 mensen hebben ze dan een basisbaan gecreëerd. Wel in samenwerking met de partijen. Niet de marktpartijen, maar dan moet je hier in Amsterdam moet je dan denken aan In de Buurt 033. Ja. Al die hulpconciërges op al die scholen die we jaren gehad hebben, dankzij onder andere de melkertbanen. Precies. Die geweldig goed werk kunnen doen. Ja. Zeer waardevol werk kunnen zeker doen. Weten. Ja. Maar natuurlijk ook in al die buurten waar toezichthouders of in flats waar mensen nodig zijn om te zeggen, jongens, zullen we het hier een beetje leefbaar houden? Wat precies. Klauwen met geld kost om iedere keer de schade te repareren of de rotzooi op te ruimen. Zeker. Zou je kunnen voorkomen vermoedelijk met een aantal van dat soort mensen. Klopt. Op goede plekken te zetten. Ja, want jij noemt er nu even een paar. En ik zou er als raadslid, we zijn dan voornamelijk voor de kaders. Het kost je dus wat. We noemden net 7,5 ton voor 40 mensen in Groningen waar ze nu mee bezig zijn. En goede resultaten van hebben. Dan nou, moeten we kijken wat voor hier de resultaten van het onderzoek worden. En wat voor bedrag we hier in Amersfoort kunnen missen. Maar dat missen is natuurlijk, het is een investering. Wat mij dan boeit is een basisbaan. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Basisloon of basisinkomen kan ik me ook voorstellen dat dat het beste in heel veel mensen naar boven kan halen. Want je hebt namelijk niet meer de zorg om je basis, je eten en drinken, je huisvesting veilig te stellen in werk wat je misschien helemaal niet aanstaat. Maar daarnaast zou je kunnen gaan zeggen van ik heb dat basis, die heb ik. En dan ga ik doen waar ik goed in ben, waar mijn passie in ligt, en dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je daardoor vervolgens veel productiever bent. Het is overwogen, maar het is nooit aan de orde geweest. Nee. Het is overwogen en in de Tweede Kamer is er ook twee keer een voorstel gedaan. Die heeft het twee keer niet gehaald en wij waren dus ook niet voor. Ja, per mei wilde u van het college weten wat de mogelijkheden zijn en hun ideeën en... Dat moet voldoende tijd geven. Inzien. Dat moet voldoende tijd geven voor het college om dit te onderzoeken en om met de juiste resultaten te komen. Ja, en dan in juli invoeren gewoon. In juli. Dan kunnen we met de motie komen om dat dan in te voeren. Dan moeten we dan ook nog maar een meerderheid voor zien te vinden. Wie schat u dat voor de vergadering al geroepen heeft, wij willen ook meedoen. Dat vinden we een goed idee. Nou, ik denk dat nog wel meer partijen aansluiten. En ik verwacht wel een meerderheid te kunnen halen voor dit voorstel. Ja. Ja, mooi. Ik wens u daar veel succes mee. Dank u wel. Heb ik iets niet gevraagd wat ik wel had moeten vragen?
Nou, ik denk dat we alles wel hebben gehad. Oké, u laat uw thee koud worden. Mooi. Ik denk nee, we hebben alles gehad. Zelfs het laatste inkomen had ik helemaal niet verwacht, maar inderdaad, het is logisch om dat dan ook mee te nemen.